jarige jongen is gevaar in het verkeer. Ayla Su-monument wordt verplaatst. En Kanto-beurs wordt uitgelegd. Goedenavond en fijn dat je er weer bij bent. Het is vanaf zondag het gesprek van de dag. Voor de tweede keer dezelfde fout maken. Een 19-jarige jongen heeft zich weer schuldig gemaakt aan een ernstig verkeersongeval. Bij het ongeluk zijn 3 mensen betrokken, waarvan 1 in coma ligt. Hier is de auto over de middenberm gegaan met een hoge snelheid. Hij probeerde in te halen en heeft de controle over zijn stuur kwijtgeraakt. En doordat hij zijn controle heeft kwijtgeraakt over het voertuig, is hij aan de andere kant van de weg gekomen waar de tegenliggers nu komen aanrijden. Het is niet de eerste keer dat deze jongen een verkeersongeluk heeft veroorzaakt. In 2008 reed hij een bromfietser met zijn zwangere echtgenote aan. Beiden zijn omgekomen. De dader was toen niet in het bezit van een rijbewijs. Later bleek hij ook nog de zoon te zijn van een politieagent. Voor dit ongeluk ging de jongeman voor 2 jaar de bak in. Nu, 3 jaar later, maakt hij weer de fout door te hard te rijden. Dit keer was 1 persoon zo ernstig gewond dat hij in coma raakte. De bestuurder zelf, die is, je kan zeggen, met een schrik vrij, omdat hij nauwelijks verwondingen heeft opgelopen. Maar jammer is dat een oude man die in een taxi zat, waar tegen hij is aangekomen aan de overkant, nog steeds in het ziekenhuis ligt met heel wat zware letsels. Dit jaar zijn er al 39 verkeersdoden. Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken maakt zich ernstige zorgen over het aantal verkeersongevallen. Hij wil dat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor komt. Volgens hem kan de veiligheid vergroot worden door het verbeteren van de wegen en het beter inzetten van de politie. Ook moeten mensen zich goed gedragen in het verkeer, zegt de minister. Eigenlijk kan de politie een heleboel voorlichting geven, maar het begint ook bij de rijder zelf. Het gaat gewoon nog om ons gedrag, gewoon de burgers zelf. Ze moeten gewoon ervoor voelen om rustig te rijden. De Surinamer houdt niet ervan om te betalen, dus hogere boetes zouden goed zijn. Wij wijzen de bestuurders vaak erop om niet met hoge snelheden te rijden, maar ze blijven het doen. En dit is het gevolg daarvan dat je op een gegeven moment de controle kwijtraakt over het voertuig met alle gevolgen van dien. De oorzaak van het verkeersongeval wordt nog onderzocht. Het rijbewijs van de jongen is ingetrokken. Hij zal mogelijk opnieuw vervolgd worden. Uit het politieonderzoek zal moeten blijken hoeveel straf deze jonge dader krijgt. Vorige week is het I Love Su monument onthuld. Het staat bij Fort Zeelandia. Maar niet voor lang. Het zou niet zo goed passen tussen de monumentale gebouwen die daarbij het fort staan. Bij de onthulling was ook de maker ervan, kunstenaar George Struikelblok, aanwezig. Na een tijdje zal dit monument een andere bestemming krijgen. Volgens Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname past het modern I Love Su monument niet tussen al die monumentale gebouwen. Deze stichting, die het beheer heeft van alle monumentale gebouwen in ons land, zegt dat er veel geschiedenis is bij het Fort Zeelandia. En daarom is dit monument daar niet op zijn plaats. Waar het I Love Su monument eindelijk komt te staan is nog niet bekend. Hopelijk krijgt het wel een plek waar veel mensen komen. Want zoals de petten, truitjes en de slippers vinden veel mensen dit monument ook heel erg leuk. Er zijn nog steeds veel mensen die niet of nauwelijks voor de dokter kunnen betalen. Maar liefst 80.000 Surinamers beschikken nu over een medische hulpkaart van het ministerie van Sociale Zaken. Zij krijgen dan een on- of minvermogenkaart. Het ministerie is al een tijdje bezig met de herregistratie van de on- en minvermogenkaart. Personen die zo'n kaart hebben, kunnen gratis of voor een heel klein bedrag medicijnen krijgen. Maar de geneeskundige hulpkaart krijg je niet zomaar. Er wordt gekeken naar het inkomen en de woonsituatie van de aanvrager. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat er ook kaarthouders zijn die het kaartje helemaal niet nodig hebben.
zoals gepensioneerden van grote bedrijven als Telesuur, Staatsolie en de Billiton. Om dit tegen te gaan is de herregistratie van de on- en minvermogenkaarten een tijdje terug begonnen. Er wordt dan onderzoek verricht bij de aanvrager. Als blijkt dat zo'n kaart echt nodig is, wordt die verstrekt. Zo niet krijgt de aanvrager geen on- of minvermogenkaart. Niks te eten en niks te drinken. Vanwege de huidige droogte in het land vluchten er dagelijks honderden Somaliërs naar buurlanden Ethiopië en Kenia. Hele families zijn dan soms weken onderweg zonder voedsel. Veel kinderen overleven de trektocht niet. Somalië is getroffen door de ergste droogte in 60 jaar tijd. Daardoor mislukken oogsten, sterft er vee en wordt voedsel steeds duurder. Daarom vluchten de Somaliërs massaal naar hun buurlanden Ethiopië en Kenia, waar er opvangkampen zijn. Ze zijn soms weken onderweg zonder voedsel. Te drinken hebben ze nauwelijks. Per dag vluchten er honderden Somaliërs naar Ethiopië en Kenia. Veel mensen, vaak kinderen, sterven onderweg door de honger. Maar de vluchtelingen moeten ook oppassen voor hyena's en leeuwen. Er is al heel lang geen regen gevallen en de verwachting is dat het nog lang zal duren voordat het weer gaat regenen. Hulporganisaties hebben daarom samen een rekening geopend om geld in te zamelen vanwege de hongersnood in deze delen van Afrika. Bakabana, gekookte banaan of gritbanasoep. Bananen kan je op heel veel manieren eten en ze zijn ook nog eens gezond. Een Russische man dacht er eentje mee te nemen naar een voetbalwedstrijd. Hij werd daarvoor opgepakt door de politie. Met de banaan in zijn hand werd de man door de politie opgepakt. Let wel, het is volgens de wet niet verboden om groente of fruit naar het stadion mee te nemen. Maar sinds de Braziliaanse voetballer Roberto Carlos 2 keer is bekogeld met bananen, let de politie extra goed op. Roberto Carlos speelt namelijk voor een Russische voetbalclub. Elk jaar worden er tientallen mensen vermoord tijdens racistische aanvallen in Rusland. Sommige mensen hebben ruzie met mensen uit andere delen van Rusland. Ook de buitenlanders zijn vaak het slachtoffer van deze racistische aanvallen. De man moest op papier aangeven waarom hij de banaan had meegenomen na de wedstrijd. Nadat bleek dat de man geen slechte bedoelingen had, werd hij vrijgelaten. Dat de internationale Kanto-conferentie, dus alles op het gebied van telecommunicatie, nu in ons land wordt gehouden, hebben we gisteren al verteld. Maar behalve deze conferentie is er ook een speciale beurs waar de telecommunicatiebedrijven hun nieuwste snufjes op dit gebied laten zien. We zijn hier bij de Kanto Exhibition en alle stands die je hier ziet hebben te maken met communicatie, telecommunicatie en internet. Komen jullie met ons mee? Oké, we zijn hier bij de stand van TKF en in deze stand verkopen ze glasvezelkabel. Wat is glasvezelkabel precies? Glasvezelkabel ziet eruit als een gewoon elektriciteitsdraadje, maar je gaat geen elektriciteit erin, je gaat licht doorheen. En door dat licht kan je filmpjes versturen en bellen en internetten en alles. Het glasvezeltje is heel erg dun, kan je niet zien met de camera, heel erg dun. We gaan nu naar de stand van de Telepak kaartprinting. Dit is de stand waar wij onze kaarten printen. Al die opwaardeerkaarten, die Tele-G-kaarten en de calling cards. Dit bedrijf print kaartjes voor meer dan 120 landen in de wereld. Kijk, zoals die van Telesuur. Dit is de stand van Huawei. Dit is een heel groot bedrijf. Ze verkopen alles wat met telecom te maken heeft. Vanaf de torentjes tot gewone telefoontoestellen. Kijk, ze hebben ook nog tabletcomputers. En ze verkopen al die base stations, centrales, alles en nog wat. Als je praat over telecom, is Huawei uit China echt een van de grote jongens aan het worden. En natuurlijk is ook Telesuur als Surinaamse telecombedrijf op de beurs.
En ook zij promoten iets heel nieuws voor ons land. En wat is nu nieuw bij Telezuur? Kijk zelf maar, 3G. En wat is 3G? Eigenlijk heb je meer, kan je sneller via het internet op je mobiel. Nu, zeg maar bijvoorbeeld, vroeger kon je 40 kilometer rijden per uur. Nu ga je misschien 75 tot 80 kilometer rijden per uur. Dat wil zeggen, je kan sneller rijden en het is veel veiliger. Heel leuk. Het is de 27e keer dat de Kanto-vergadering wordt gehouden. De beurs en de conferentie duren tot en met morgen. En met de rondleiding van meneer Eersteling over de Kanto-beurs zijn we gekomen aan het eind van deze uitzending. We zijn er dan morgen weer. Dan brengen we je het nieuws van een 13-jarig meisje dat al in de hoofdklasse volleybalt. Tot morgen. Doei doei.